De reguliere OV-chipkaart zou voor senioren te ingewikkeld zijn. En ook zouden ouderen vaak moeite hebben om hun persoonlijke gegevens af te staan voor zo'n kaart. Met de gewone OV-chipkaart, als mensen korting willen hebben, dan moeten ze dus ook hun foto, dus echt hun naam en alles erop zetten. En er zijn ouderen, of andere mensen ook wel, die dat heel erg moeilijk vinden. Dus dat eigenlijk niet willen. Maar waar zijn die mensen dan bang voor? Er zijn ook mensen die denken van ja, dan weten ze precies waar ik geweest ben en wat ik ga doen. En waarom kan het niet net als de roze strippenkaart? Toch waren alle mensen die wij vandaag spraken niet even positief over de anonieme OV-chipkaart. Daar heb ik geen behoefte aan. U vindt het niet erg dat iedereen weet waar u naartoe reist? Ach, dat weet iedereen van elkaar. Dat is voor mij geen probleem. Het is niet makkelijker, want dan blijf je met het in- en uitchecken zitten. En die handeling vind ik juist zo vervelend. Je stapt overal in en uit en je hoeft niet meer te kijken hoeveel strippen je moet doen. Ja, dus ik ben er wel content mee. Dat is deze, hè? Die is dus op naam. En die heb ik daarom, ja, die heb ik wel genomen. Om, als je hem verliest, dat je niet je geld kwijt bent. Dat heeft natuurlijk allemaal voor- en nadelen. Morgen praat de Tweede Kamer over de speciale OV-kaart voor ouderen.